Oh, er kwam een pimpelmeesje uit die kast. Die heeft hier een nest. Dat is leuk. In het voorjaar volg ik de grutto's. Van aankomst, bijvoorbeeld in de Biesbos, tot in hun broedgebieden. En gisteravond stond ik langs de Geerweg, keek ik uit over de Donkse Laagte en daar zag ik een paardje grutto staan. Dit is het mannetje. Hij is mooi diep rood. Beetje oranje-bruin rood op de borst, dat zie je meteen. Hij is iets kleiner dan het vrouwtje dat erachter staat. En dat vrouwtje is veel grijzer dan het mannetje. Ze nestelen nog niet, ze staan al een beetje op hoge poten. Het mannetje staat wat uit te rusten. En ze kijkt daar wat om zich heen. En op een gegeven moment ging het vrouwtje rondscharrelen. Ze gaat op zoek naar voedsel tussen die planten die deels in bloei staan. En dat leverde prachtige plaatjes op. Nou, dit is even een filmpje voor het mooie. Even voor de mooie plaatjes en de mooie taferelen met die grutto's in zo'n natuurlijk weiland, zoals het eigenlijk op zoveel meer plaatsen zo zou moeten zijn. Even later zag ik opeens een kop ergens boven dat hoge gras uitsteken, of het schemerde een beetje door dat gras. En ik inspecteerde dat donkere vlekje en dat bleek een prachtige haas te zijn, die verscholen zit in dat hoge gras. Alleen zijn kop komt er net bovenuit. En hij kijkt me aan met zijn bolle ogen. Ik heb al heel veel hazen laten zien dit jaar. Maar het gaat toch ook om de mooie beelden. En dit is ook weer zo'n mooi beeld. Hij keek me minutenlang aan en ik keek minutenlang terug. Nou even. Ik heb een half uur, drie kwartier of een uur daar staan kijken. Op de uitkijk over de Donkse Laagte. En had vooral oog voor die grutto's. En later voor die haas.